I am a metahuman, the next generation of digital human created by you, the user. Je hoort hier een digitaal, niet bestaand mens praten. Het komt van Amerikaanse gameontwikkelaar Epic Games, die deze week de nieuwe software Meta Human Creator presenteert. En daarmee kan iedereen gewoon in een browser hyperrealistische personen maken. Jarno Duursma is tech trendwatcher en maker van de Listening to the Future podcast. En daar weet er alles van. Jarno, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe werkt deze software nou precies? Nou, je moet het zo zien dat dit bedrijf Unreal, die heeft een softwarepakket gelanceerd met een bibliotheek van digitale mensen, virtuele mensen. Nou, die kun je naar believen, kun je dat aanpassen, zodat je helemaal je eigen karakter ervan kunt maken. En dan ziet het er zo goed uit dat het niet meer te onderscheiden is van een mens van vlees en bloed. En wat gaat dit allemaal veranderen? Nou, wat belangrijk is nog even om te noemen, hè, is wat mensen zojuist gehoord hebben, is een natuurgetrouwe stem. Hè. Dat zit niet 1, 2, 3 in het pakket. Het gaat vooral om de verschijningsvorm, zou ik maar zeggen. Wat dit gaat veranderen is dat het veel makkelijker, veel sneller, veel goedkoper kan om digitale, virtuele mensen te maken in de verschijningsvorm. Voor bijvoorbeeld video's, voor games, voor trainingsvideo's, ik noem maar wat, voor filmpjes, noem maar op. Dus dat zal een En natuurlijk niet te vergeten de virtuele influencers. Hè. Dus we hebben nu al influencers van vlees en bloed. Nou, die zullen straks in grote getale meer puur virtueel zijn. Maar acteurs zullen hier niet blij mee zijn. Ja en nee. Dus acteurs zullen er niet blij mee zijn. Net zoals dat fotomodellen er niet blij mee zijn dat er een stokfoto database is. Dus dat wordt ook gebruikt. Maar dat betekent niet als je een model bent met een karakteristiek uiterlijk of een acteur met specifieke kenmerken wat je goed kunt doen, dan blijft er wel werk. Dus ik geloof niet dat dat helemaal weggevaagd wordt. Ik denk wel dat we over een jaar of wat, dat inderdaad in heel veel series toch ja, de acteurs worden vervangen door een virtueel iemand, door een virtueel mens. Maar moeten we dat wel willen, Jarno? Ik vind gewoon, echt is niet meer van nep te onderscheiden. Het is toch een enge ontwikkeling? Ja, dus dat klopt. Ik heb hier in 2019 een heel rapport over geschreven. Een rapport over deepfake technologie. En dat klopt dat je daar dus ook dreigingen ziet. Maar je moet nog even voor de volledigheid. Deze software die kan dus niet. Ik kan niet de foto van een van jullie uploaden en die persoon van alles laten doen. Dus dat kan niet. Het is wel zo dat de scheidslijn gaat van post-truth naar post-reality. Hè? Dus die scheidslijn is gewoon straks weg. En is het dan niet een eerste stap naar wel wat je net noemt, dat uiteindelijk wel mogelijk is op een heel eenvoudige wijze om ons wel te gebruiken? Nou, dat is nu al zo. Hè. Dus je kunt nu met andere software tools, kun je natuurlijk deepfake uiterlijkheden maken van mensen en ze van alles laten doen. Je hebt al voice cloning, hè, waarbij je iemands stem kunt klonen. En dit is een nieuwe tool, die van Unreal. Dat is gewoon een nieuwe tool in die gereedschapskist om uiteindelijk die scheidslijn tussen echt en nep steeds dunner te maken. Met dus als footnote dat het nu nog gaat om schablonen, zou ik maar zeggen. Hè. Dus die je vervolgens zelf kunt aanpassen. Maar ik kan daar niet ineens een Jarno Duursma binnen gaan bouwen, zou ik maar zeggen. Maar jij vindt het dan wel geloofwaardig genoeg, of niet? Het is zeker geloofwaardig genoeg. Zeker als je het snel voorbij ziet komen. Hè, kijk, als je natuurlijk langere video's krijgt, dan zul je nog wel misschien het verschil wat kunnen zien. Maar kijk, dat is een kwestie van tijd voordat echt acteurs of hè, in een videogame of een virtual influencer, dus dat op meerdere manieren dit soort digitale mensen, bijvoorbeeld bij het busstation of bij het vliegveld, jouw voorlichting geven. Ik heb zelf ook zo'n avatar laten maken in een ander software systeem. Nou, als je mijn stem daaronder plakt, dan is het verschil tussen echt en nep bijna niet meer waar te nemen. Dankjewel, Tech Trendwatcher Jarno Duursma. De beelden van deze Meta Human Creator zijn straks ook te zien op het Twitter-account van NPO Radio 1.